Nou, wij gaan onze plek weer verlaten. Dit is nu al de tweede keer dat we onze bushcraft plek nummer 19 via deze kant verlaten. Maar ik laat jullie nog gewoon één keer zien hoe mooi dit bos is. En nu zijn we in de late avonduren in het bos. Jawel. Daar is het pad wat niet meer bestaat. Vroeger was het een pad waar gewoon de boswachter kon rijden met de jeep. Maar dat kan nog niet meer, omdat het overal versperd is met omgevallen bomen. Jawel. Je ziet het heel duidelijk, het loopt hier naar beneden toe. En daar bovenaan, daar moeten wij zijn. Want daar is het pad. En ook in de avonduren is het extreem warm hier. Heel tropisch benauwd weer is het in het bos. Eigenlijk weer om gewoon helemaal niets te doen. Maar goed, we willen graag een vlog maken, een avondvlog. Dus dit heb ik wel ervoor over, jawel. Bij die grote bomen moeten we zijn. En dan zijn we eruit. Oh, ik heb me wel aan mijn arm twee keer open gehaald aan een paar takken of zo. En dat maakt op zich ook niet uit. Kijk dan wat hier allemaal ligt, jongen. Het is gewoon helemaal aangetast, helemaal begroeid. Roodborsten. Ik doe het rustig aan. Want ik heb ook geen haast op dit moment. Kijk. Hier is het. Het pad. Maar je ziet het, er lopen geen stippeltjes doorheen. Dus het is een pad wat gewoon niet meer gebruikt wordt. Kijk maar. Daar komen we het bos uit. Je ziet het ook overal omgevallen bomen. Hier heeft al een aantal jaar geen boswachter meer gereden. En ze hebben dit pad ook officieel uit het systeem gehaald. Op oude kaarten staat hij nog wel. Maar op de nieuwe staat hij ook niet meer aangegeven. Dus ik denk dat ze dit gewoon zo laten. En als ze dit gewoon zo aan de natuur overlaten, dan wordt het op een gegeven moment ook weer een heel dicht bos, net als daar. Dus dat is wel kicken. Staat wel genoeg jonge aanplant overal. Ah, kijk. Alles begint mooi al in de knop te komen. Perfect. Doe het nog heel even. En dan heb je ook hier één groene zee. Van allerlei kleuren. Jawel. Kijk eens hoe mooi groen dit al is. Nou, hier zit dan ergens de roodborst. Maar waar? Jawel. Kijk, dan moeten we gewoon dat hele stuk nog aflopen tot de achteraan. En daar waar het dat dal is, waar het weer omhoog gaat, daar heb je officieel het normale pad waar wel de boswachter rijdt.
En je ziet het ook hier, loopt het iets naar beneden in het bos. Dus het is op zich wel mooi allemaal. Ik ben trouwens wel benieuwd wat er gebeurt als je hier schuin zo de bossen in gaat. Waar je dan uitkomt. En vooral of het dicht is. Ik zal het trouwens via Google Earth vanavond eens even gaan kijken. Wow. Er zat laatst wel een hert bij onze bushcraftplek 19. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb hem wel heel duidelijk gehoord. En er komen nou, omdat ik de water neergezet heb, ook steeds meer vogels ontdekken die plek. En daar ben ik op zich wel blij mee. En nu het een paar dagen zo warm weer is geweest, heb je de kans dat het misschien, ja, begin volgende week misschien, na maandag denk ik, dinsdag, woensdag misschien, dat we een flinke onweersbui gaan krijgen. En dan moet je hier absoluut niet in het bos zijn. Maar goed. Kijk. En ook daar heb je een hele mooie ondoordringbare plek. Die ga ik onthouden, want dan ga ik de volgende keer eens eventjes kijken. Nou wacht, nee. Dat is wel heel dichtbij een pad, zie ik nou net op mijn GPS. Nou, ik hoop dat jullie de korte avondvlog weer leuk vonden. Ik ga de video weer beëindigen. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja. Yeah. Wacht. Ik moest jullie, dacht ik, nog iets vertellen, of niet? Ja. We hebben een nieuwe plek gevonden. En we hebben niet zomaar een plek gevonden. We hebben ergens een plek gevonden, midden op de heide. Die op een heel hoog punt ligt. En nu komt het, midden in een bomkrater. Jawel.